Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen in zaken het correctief referendum. Het is het antwoord in tweede termijn van de initiatiefnemers. Ik heet de leden natuurlijk van harte welkom. Ik heet de initiatiefnemers in het bijzonder welkom en hun adviseurs, de heer Sneller en de heer Langehuizen, de heer Sneller van D66 en de heer Langehuizen van de Partij van de Arbeid. En natuurlijk heet ik ook de minister van harte welkom en degene die ons gaan beschouwen vanaf de publieke tribune. Ik geef graag als eerste het woord aan de heer Heijnen. Het is beantwoording in tweede termijn van de initiatiefnemers. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. In de eerste plaats wil ik graag de dank uitspreken namens de initiatiefnemers aan de collega's die na zo lange tijd sinds de behandeling in eerste aanleg vorige week of de week daarvoor hun vragen aan ons hebben afgevuurd. Dank voor hun bijdrage. In de tweede plaats wil ik aangeven hoe we het ons voorstellen te doen. Ik zal antwoord geven op de vragen met betrekking tot het tijdstip, waarom heeft het zo lang geduurd, de drempels in de wet en een aantal losse vragen. Vervolgens zal mevrouw Voortman antwoord geven op de vragen die zij gesteld over de uitzonderingen in de wet. Op het correctief referendum. En tenslotte zal de heer Schouw namens de initiatiefnemers het antwoord geven op de meest belangrijke vragen, namelijk die met betrekking tot de plaats van het referendum in de representatieve democratie. Zo stellen we het ons voor. Ik begin dus met de vraag van mevrouw Fokke, de heer Weijenberg en de heer Van Raak, die terecht stelde van het is al zo lang geleden dat u als initiatiefnemers of uw voorgangers het hier hebben behandeld. Dat klopt. We hebben het behandeld in het voorjaar van 2010. En de reden voor de vertraging sindsdien, dat is de optelsom van een verkiezing in juni 2010, een kabinetsformatie, een woordvoerderswisseling van de eerste ondertekenaar van dit initiatiefvoorstel in januari 2011. Opnieuw een voortijdig einde van een kabinet in april 2012. Verkiezingen en weer een woordvoerderswisseling bij een van de indienende partijen. En daarna speelde enige tijd het vraagstuk rond de referendabiliteit van internationale verdragen voor het Koninkrijk. Maar dat was in tijd gezien een slechts beperkte verklaring. Wij stellen ons voor als initiatiefnemers om nu vooruit te kijken en ons in te spannen om dit te doen behandelen in de Staten-Generaal en om daarna hopelijk na de volgende verkiezingen een volgende stap te kunnen zetten. Voorzitter, dan kom ik toe aan de drempels in de wet. Het is terecht dat daar zoveel aandacht aan is besteed. Waar denken de initiatiefnemers aan indien wij thans voor het moment stonden om die drempels vast te stellen in de onderliggende wetgeving, wat ons betreft, die tot stand moet komen nadat de Staten-Generaal ook in tweede aanleg de grondwet hebben veranderd. In tweede aanleg kan het ook simultaan met het veranderen van de grondwet. Dan kunnen de initiatiefnemers alsdan de onderliggende wetgeving die daarbij hoort presenteren en aan de Staten-Generaal voorstellen. Wanneer we dat nu zouden moeten doen, dan denken we voor wat betreft het inleidend verzoek en het definitieve verzoek aan dezelfde termijnen en dezelfde drempels als opgenomen in het initiatiefvoorstel voor het raadgevend referendum. Dat wil zeggen 10.000 inleidende verzoeken binnen 4 weken na de publicatie van de mededeling dat een wet referendabel is en 300.000 ondersteuningsverklaringen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit dat het inleidend verzoek is toegelaten. Anders dan bij het raadgevend referendum is de exacte vaststelling van de uitslag bij het correctief referendum cruciaal.
En in lijn met de beantwoording in eerste termijn gaat het vanzelfsprekend in ieder geval om een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Dat is evident. Maar om te vermijden dat bij een beperkte deelname slechts een kleine minderheid van alle kiesgerechtigden een wet feitelijk kan blokkeren, denken de initiatiefnemers aan een minimumpercentage van 30% van de kiesgerechtigden die zich tegen de desbetreffende wet moet uitspreken. Het gaat derhalve om de meerderheid van de uitgebrachte stemmen met een minimum van 30% van alle kiesgerechtigden. Zo zouden wij dat in de onderliggende wetgeving op dit moment willen opnemen. En dat percentage is niet uit de lucht komen vallen, maar ontleend aan eerdere wetsvoorstellen met betrekking tot het invoeren van het referendum, met name in de jaren 90. De initiatiefnemers blijven bij hun opvatting dat het opnemen van deze drempels en regels, het spijt me, met betrekking tot de uitslag in de grondwet ongewenst is. Want deze moeten gewijzigd kunnen worden zonder de noodzaak van goedkeuring in twee lezingen. Dit om de noodzakelijke flexibiliteit te bewerkstelligen. En om tegelijkertijd te voorkomen dat om opportunistische redenen de wetgever de drempels en bepalingen met betrekking tot de uitslag te gemakkelijk wijzigt, stellen de initiatiefnemers voor dat de hierop betrekking hebbende artikelen en wijzigingen hiervan in beide kamers van de Staten-Generaal de instemming behoeven van een 2/3 meerderheid. Dus in de onderliggende wetgeving wordt in eerste aanleg bijvoorbeeld besloten tot 10.000, 300.000, een meerderheid van stemmen met tenminste 30% van de kiesgerechtigden. En de Kamer zou dat willen veranderen, de Staten-Generaal zou dat willen veranderen, dan kan dat alleen op basis van een 2/3 meerderheid. Als u daarmee instemt, dan stellen we dat zo vast. Eerder heb ik, toen nog als woordvoerder namens de fractie bij dit wetsvoorstel. Meneer Van Raak heeft daar onmiddellijk een vraag over. Gaat uw gang. Nou, ik ben ontzettend blij dat de heer Heijnen de indieners helderheid bieden. Dat is heel goed. Ik had twee vragen. Omdat dit toch al een schaduw over de toekomst legt, of juist een zon op de toekomst laat schijnen. Waarom is gekozen voor 30%? Waarom niet de helft plus 1? Dat heeft volgens mij rekenkundig, is dat logischer? En heb ik dan begrepen dat je per gewone meerderheid zo'n 30% in zou voeren en dan per 2/3 alleen maar per 2/3 zou kunnen veranderen? Of is het invoeren van zo'n 30% of 50% ook per 2/3 meerderheid? Meneer Heijnen. Dat laatste, mevrouw de voorzitter, kan ik bevestigen. Dus zowel de drempels voor het inleidend verzoek, het definitieve verzoek, als de vaststelling van de uitslag en de percentages die daarvoor gelden, kunnen door de Staten-Generaal alleen worden veranderd, wat ons betreft, het is allemaal theorie, met een 2/3 meerderheid. En dan uw eerste vraag. Nou, dat luistert heel nauw. Het gaat vanzelfsprekend altijd om de meerderheid van de stemmen. Maar stel je nu voor dat slechts 20% van de kiesgerechtigden opkomt. Dan zouden 11% van de kiesgerechtigden een wet kunnen tegenhouden. Want dat is het materiële effect van het correctief referendum. Dat vinden de indieners ongewenst. Vandaar dat zij zeggen het is een meerderheid van de stemmen. Met tenminste een minimum van 30% van alle kiesgerechtigden. Meneer Van Raak. Maar waarom niet de helft van alle stemgerechtigden? Dat kan ook, maar dan stelt u een veel, dan zou 100% opkomst moeten komen. Dat is fictief, dat kan nooit lukken. Nee, ja, ik wil het toch even snappen. Ja, wij rekenen op de late avond. Maar nee hoor. De meerderheid, dus bij een opkomst van 30%, als daar de meerderheid van die 30% kan dus een iets tegenhouden. En voorzitter, mag ik het misverstand proberen te wegnemen? Gaat u gaan. Wij stellen voor, als we het nu zouden moeten doen, geen bepaling op te nemen met betrekking tot de opkomst. Wat wij voorstellen is een bepaling op te nemen dat de meerderheid van stemmen beslist, maar dat die meerderheid moet bestaan uit 30%, tenminste uit 30% van de kiesgerechtigden. Goed. Het is hetzelfde. Helemaal geweldig. Voorzitter, nou, als meneer Van Raak het zelfs snapt, dan mag u nu doorgaan, ja. Meneer Heijnen. Nou, voorzitter, dit moment moeten we even markeren, want het is uniek de manier waarop de heer Van Raak nu wegloopt van de interruptiemicrofoon. Ja. Dat maak je toch zelden mee, hè? Dat mag ik toch wel even.
Ja. Voorzitter, eerder heb ik toen nog als woordvoerder namens de fractie bij dit wetsvoorstel de vraag aan de toenmalige indieners gesteld of zij overwogen om de behoefte aan drempels tegemoet te komen door wel het uitgangspunt te handhaven dat getallen en drempels in onderliggende wetgevingen worden opgenomen, maar daaraan een vaste termijn van bijvoorbeeld 5 jaar te verbinden. Daarmee kom je tegemoet aan de behoefte om enerzijds de drempels niet te snel te kunnen veranderen, maar anderzijds ze ook niet weer in beton van de grondwet te gieten. Het zal je misschien niet verbazen dat wij die suggestie van die toenmalig woordvoerder Heijnen sympathiek vinden. En als indieners zijn we dan ook van mening dat in de onderliggende wetgeving, waarin de drempels wel worden opgenomen, bepaald zou kunnen worden dat die drempels na 5 jaar geëvalueerd worden en dan eventueel aangepast worden. Die aanpassing zou nodig kunnen zijn vanwege de ervaring die dan is opgedaan met het referendum, of bijvoorbeeld vanwege het feit dat het inzamelen van handtekeningen elektronisch mogelijk is geworden. Samen met de vereiste 2/3 meerderheid om de drempels te veranderen, kan dat een brug misschien zijn tussen het amendement van de fracties van CDA en ChristenUnie met betrekking tot de drempels en het voorliggend wetsvoorstel. Kom ik op dat amendement nummer 19 van ChristenUnie en CDA, en daar kan nog worden opgemerkt dat behalve dat wij het dus niet wenselijk vinden om drempels in het voorliggend wetsvoorstel op te nemen, de grondwet, de voorgestelde drempels ook wel heel hoog zijn. Het amendement gaat uit van 1% van het aantal kiesgerechtigden bij het inleidend verzoek en 7 bij de fase van de ondersteuningsverklaringen. Uitgaande van het aantal kiesgerechtigden bij de verkiezing van de Tweede Kamer in 2012 zou dat neerkomen op 126.898 inleidende verzoeken en 888.286 ondersteuningsverklaringen. En dat is zelfs dus nog veel meer dan in de tijdelijke referendumwet stond. Toen was het 40.000, respectievelijk 600.000. Laat staan hoe het zich verhoudt ten opzichte van het aanvaarde wetsvoorstel op het raadgevend referendum 10.000 en 300.000. Maar wij menen dat door die evaluatiebepaling op te nemen na 5 jaar, bijvoorbeeld wanneer digitale stemmingen mogelijk worden, verzoeken mogelijk worden, dat dan de Staten-Generaal kan reageren op die ontwikkeling, zoals het ook kan reageren indien er voor zover de drempels veel te hoog blijken te zijn of veel te laag, zonder dat er van een toevallige politieke willekeur sprake is, want je doet het systematisch na iedere keer 5 jaar. Voorzitter, mijn laatste blokje betreft... De heer Segers heeft daar een vraag over. Gaat u gaan. Dank mevrouw de voorzitter. Het is in ieder geval zo dat in het amendement inderdaad ingediend door de ChristenUnie en het CDA je in ieder geval kunt nagaan waar je precies aan toe bent. Hè? Dus inderdaad de getallen die zijn uit te rekenen. Maar de suggesties die de indieners doen zijn sympathiek. Alleen, we hebben geen idee welke garantie daarvoor is. Het zou voor hetzelfde geld, en dat is een vraag of dat klopt, zou het aantal voor een inleidend verzoek zou misschien wel 5.000 kunnen worden straks, of voor een definitief verzoek zou wel 150.000 kunnen zijn. Klopt dat? Want, oftewel, wat is het waard? Wat zijn de drempels die nu worden opgeworpen, die nu worden gesuggereerd, wat zijn die waard? Voorzitter, het voordeel van het feit dat dit wetsvoorstel al zo lang ligt, dat men kan zien dat er enige consistentie is in de benadering. En men mag veronderstellen, men mag verwachten dat het ook het geval zal zijn na een volgende verkiezing. Dus ik zie geen reden om te veronderstellen dat er niet de drempels aan de orde zijn, zoals die nu door de initiatiefnemers worden genoemd. Voor wat betreft deze partijen zijn dat de drempels die zijn opgenomen in de wet op het raadgevend, niet bindend referendum. 10.000 voor het inleidend verzoek, 300.000 voor het definitieve verzoek en de percentages die ik net noemde voor de bepaling van de uitslag. Daar komt bij dat we hier in deze wet vaststellen dat dat moet worden bepaald door een 2/3 meerderheid. Nou, me dunkt dat dat voldoende waarborgen biedt om
uw angst tegemoet te komen, dat er straks een toevallige meerderheid zal zijn, een hele kleine, die zegt, we gaan die drempel fors verlagen, zoals ook naar anderen toe aan de angst tegemoet kan worden gekomen, dat er een hele kleine meerderheid zal zijn die die drempel fors gaat verhogen. Wij menen dat we dus hiermee voldoende waarborgen bieden voor een verantwoorde en verstandige invoering, daadwerkelijk van het correctief referendum, bij onderliggende wet, indien en nadat de grondwetswijziging is aanvaard. Meneer Segers. Maar het klopt dus dat wij ja zeggen tegen een wet zonder dat wij garantie hebben met betrekking tot de hoogte van de drempels. En het enige waar we op kunnen rekenen is naar de consistentie van de indieners. Ja, en vertrouwen in de parlementaire democratie, ook in u zelf, dat u er volgende keer bij zit en al dan niet mee bepaalt die 2/3 meerderheid die het stelsel van het correctief referendum inregelt. Beetje zelfbewustzijn, een beetje zelfvertrouwen, mevrouw de voorzitter. Meneer Bisschop. Voorzitter, altijd mooi om dat soort optimistische benaderingen op te merken. Voorzitter, even voor mijn duidelijkheid. Als ik het goed begrijp, beoogt dit voorstel het volgende. Er is een wet aangenomen in het parlement door de helft plus één, dus vertegenwoordigende 50% van de kiesgerechtigden. En dan kan er na een actie kan er een referendum gehouden worden. En dan kan het zo zijn dat als maar 30% van de kiesgerechtigden de wet willen wijzigen, dat die wet wordt veranderd. Dat heb ik toch goed begrepen, voorzitter. Meneer Heijnen. Voorzitter, de opkomst is helaas geen 100% bij Kamerverkiezingen. Die ligt denk ik op zo'n 80%. Dus het zal 41% zijn die in het ergste geval van alle kiesgerechtigden een wet aanvaardt. En het klopt dat de consequentie van dit wetsvoorstel, volgens de getallen zoals we hier nu noemen, zou kunnen zijn dat 30% zegt, wij trekken aan de noodrem, we vinden die wet die door die meerderheid van de Staten-Generaal is vastgesteld, een wet die zo indruist tegen de opvattingen zoals die in de samenleving heersen, dat we daar een stokje voor willen steken. Dat klopt. Meneer Bisschop. Voorzitter, daar zit dan toch een misverstand naar mijn idee bij de heer Heijnen. Op het moment dat geconstateerd wordt dat het opkomstpercentage iets van 80% is, dat is weer optimistisch, want aan de hoge kant. Maar dan representeert de gekozen Kamer wel het totale kiezersvolk en eigenlijk de totale bevolking. Ik vind het dan merkwaardig dat een minderheid gerechtigd zou zijn om een besluit wat met meerderheid van stemmen is genomen, de helft plus één, dat die in staat zou zijn, dus zeg maar een derde van de kiesgerechtigden zou dan in staat gesteld kunnen worden om een besluit van de meerderheid te ondergraven. Ik begrijp niet goed, voorzitter, hoe de heer Heijnen dit kan rijmen met gewoon het nuchtere democratische spel en nuchtere democratische besluitvorming die wij hier hanteren. Meneer Heijnen. Voorzitter, dat leidt eigenlijk tot een wedervraag. Namelijk, zou de heer Bisschop namens de SGP wel voelen voor een referendumwet wanneer er een percentage van de meerderheid van de kiezers, zoals die bij de laatste verkiezingen zijn opgekomen, zou gelden? En ik ben erg benieuwd naar dat antwoord. Maar mijn echte antwoord is, het is niet de verkiezing van de Tweede Kamer die aan de orde is. Het is het vraagstuk of op initiatief van de bevolking de meerderheid van de Tweede Kamer, van de wetgevende macht en ook de Eerste Kamer een wet heeft aanvaard die op zodanige gevoelens stuit dat men zegt, we hebben er nu behoefte aan om aan de noodrem te trekken. En dan is het een illusie om te denken dat daar iedere burger ervoor naar de stembus zal gaan. Wij stellen voor daar substantiële drempels te hanteren, zowel voor het inleidend verzoek, het definitieve verzoek, als voor de uitslag. We zeggen niet een enkelvoudige meerderheid is genoeg. Nee, we leggen daar een drempel in van bijna een derde van alle kiesgerechtigden. Let op.
En daarmee vinden wij het een verantwoorde correctie, aanvulling op onze representatieve democratie. Maar het antwoord op mijn wedervraag aan de heer Bisschop, daar zijn wij heel erg benieuwd naar. Ja, dat snap ik wel. Ik sta het ook één keer toe. Want het is niet de bedoeling van interrupties dat u met elkaar zo over en weer in gesprek gaat en vragen gaat stellen. Maar de heer Bisschop krijgt natuurlijk de gelegenheid om die vraag te beantwoorden. Gaat u gang. Voorzitter, dank u zeer. Nou, dit was natuurlijk ook wel een overduidelijk geval van uitlokking. Dus dank voor deze mogelijkheid. Ik neem aan dat de heer Heijnen zich nog mijn betoog in eerste aanleg herinnert, waarin ik de staatsrechtelijke bezwaren tegen dit voorstel op een rijtje heb gezet. En wat de heer Heijnen nu doet, is op een fantastische manier nog eens een keer illustreren waarom dit voorstel staatsrechtelijk gezien een wanproduct is, zal ik maar zeggen. Met alle waardering overigens voor de ijver van de indieners, maar waarom de indirecte democratie, zoals wij daar fundamenteel voor gekozen hebben, zich slecht verhoudt tot indirecte vormen van correctie. De indirecte democratie, die 50% vertegenwoordigt, kan teruggefloten worden door een minderheid van 30%. Dat stel ik hier vast, voorzitter. En ik vind dat een ernstig tekort doen aan ons systeem, zoals wij dat hanteren, het systeem van de representatieve democratie. Dank u wel. Dat was het antwoord, denk ik, meneer Heijnen. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw van Torenburg. Excuses. Mevrouw de voorzitter, mijn collega van de SGP kan het heel mooi zeggen. En ik wil het toch nog even op voortborduren, al is het maar. Omdat ik het belangrijk vind dat we ook de Eerste Kamer straks dit, laat ik het zo formuleren, monster in de bek kijkt. Want wat er straks kan gebeuren, is dat we een wet hebben aangenomen. En dat dat een feit is voor de samenleving dat die wet er straks is. Dan kan er een 30% tegen die wet zijn. We weten allemaal dat als iets vastgesteld is, dat vaak mensen die er tegen zijn opkomen. En dan zullen wij een situatie kunnen krijgen dat wij hier met een meerderheid een wet hebben aangenomen. In eerste en in de Tweede Kamer, dus twee kamers. Waarna we dus 30% van de mensen de ruimte kunnen geven om te zeggen nee. En dat vinden wij dan een democratisch besluit. Ik denk dat daarmee een minderheid een meerderheid kan overrulen. En daar zou ik graag van de heer Heijnen antwoord op willen hebben. Meneer Heijnen. Ja, voorzitter, het zal mevrouw van Torenburg genoegen doen dat we in deze wijziging van de grondwet ook de mogelijkheid opnemen om in het decentraal bestuur referenda te organiseren. Waar ik haar in een ander verband voor heb horen pleiten. En in de tweede plaats, het klopt, ik kan in herhaling vallen in antwoord op de heer Bisschop, dat in aanvulling op de representatieve democratie de kern van dit voorstel is dat we vertrouwen hebben in de burgers om op het moment dat het de burgers, althans een heel groot deel ervan, goed dunkt, aan de noodrem te trekken en een wet te stuiten. En ik denk dat daar achter ligt de visie van in ieder geval de initiatiefnemers op burgers, dat wij daar vertrouwen in hebben. Ook in het oordeel van een hele grote groep burgers als het gaat om dit soort vraagstukken. En anno 2013 vinden wij dat vertrouwen op zijn plaats en zijn daar niet bevreesd voor. Matigen niet aan dat alleen de Tweede Kamer in alle omstandigheden en altijd het bij het rechte eind heeft. Het kan zo zijn dat het een enkele keer, hopelijk, niet het geval is. Mevrouw van Toijermeer. En mevrouw de voorzitter, wat ik geprobeerd heb in de tweede termijn vanuit het CDA duidelijk te maken, dat wij hier niet spreken over vertrouwen of geen vertrouwen. Dat was misschien het bekvechten in de eerste termijn. Ik heb geprobeerd daarboven uit te stijgen. Om aan te geven dat het erover gaat dat wij een democratisch gelegitimeerde uitslag hebben. En waar wij als CDA nu onze zorgen over hebben, is dat we straks bij meerderheid in Tweede Kamer een wet aannemen, bij meerderheid in de Eerste Kamer een wet aannemen, en dat wij toestaan dat 30% van de mensen, dus een minderheid, daartegen kan zijn. Dat is uiteindelijk het effect. En ja, want de heer Heijnen vroeg dat ook nog even, kan het zo zijn dat een CDA-fractie decentrale regelingen zou willen stoppen? Daar zijn wij niet van.
Wij geloven namelijk in de gelaagdheid en laat dingen daar waar het moet. Dus als ergens anders men voelt dat een totale democratische weg wordt afgesneden, dan snappen wij wel dat men schreeuwt om een referendum. Maar dat is een andere discussie die ik graag met de heer Heijnen aanga. Maar waar het mij om gaat, is dat we nu niet hoeven te spreken, en laten we daarmee ophouden vandaag, over vertrouwen, maar dat wij spreken over democratisch gelegitimeerde meerderheden. En die hebben wij niet wanneer 30% van de mensen een wet die is aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer kan wegstemmen. Daar zou ik graag de reactie op willen hebben. Dat is namelijk een minderheid die een meerderheid overruled. Dat kan ook de heer Heijnen niet democratisch vinden. Ja. Mevrouw de voorzitter, tenslotte. Opkomstpercentages bij Tweede Kamerverkiezingen variëren tussen de 70% en 80%. De meerderheid daarvan is tussen de 35% en 40% van alle kiesgerechtigden. Het gaat hier niet om Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat hier om een referendum op initiatief van de bevolking. Waar voortvloeiend uit de door ons voorgestelde bepaling, waarover later beslist moet worden, een opkomst wordt verwacht. Dat vloeit hieruit voort van tenminste 60%. Dat vloeit voort uit de bepaling dat een meerderheid met een minimum van 30% van de kiesgerechtigden zo'n wet moet willen stuiten. Een opkomst van meer dan 60%. Ik ken vele, hele democratische verkiezingen die dat percentage niet halen. En de indieners vinden dat de juiste balans tussen de mogelijkheid openen dat in het ultieme geval de burgers nee zeggen. Ja, en dat geen fopspeen laten zijn, maar een getal, een percentage wat enige realiteit heeft en haalbaarheid heeft. En daarmee beschouwen we dat als een uitermate democratisch instrument. Tot slot, mevrouw de voorzitter, de discussie is natuurlijk wel dat de heer Heijnen net nog zegt, er is geen minimum opkomstpercentage, nu zegt hij 60%. Ja, dat vloeit eruit voort. Dan is het dus helemaal een ondoorzichtig verhaal van cijfergegogel, waarbij ik toch wel zou willen aangeven dat als wij al met elkaar zeggen dat als we dit straks willen doen, er een wet moet komen met 2/3 meerderheid, dan ben ik wel benieuwd wat de heer Heijnen zegt als we die niet halen. Wat gebeurt er eigenlijk als we die 2/3 meerderheid helemaal niet halen? Hebben we dan geen wet die de uitvoeringsregels hiervan bepaalt? Dat zou wel heel verrassend zijn. Meneer Heijnen. Nou, voorzitter, deze wijziging van de grondwet zal na de volgende verkiezingen opnieuw hier in behandeling komen. Als ook in de Eerste Kamer. En dan wil het kracht van wet krijgen, moet er een 2/3 meerderheid voor zijn. Nou, ik denk dat het heel reëel is om te veronderstellen dat diezelfde 2/3 meerderheid of niet dan ook zal vaststellen de onderliggende wetgeving waarin de percentages worden bepaald. En overigens verzet ik me tegen het beeld van ingewikkelde rekenerij, want het is echt minder dan we verwachten van de CITO-toets. Dit is echt te doen. Meneer Taverne. Dank u wel. Het nadeel van aan het eind van het rijtje van interruptievragen zijn is dat het meestal wel gevraagd is. Maar het voordeel is dat ik gebruik kan maken van wat de indieners al naar voren hebben gebracht. En vergeeft u mij, maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Nou ben ik maar een eenvoudige jurist, dus ik kan niet zo goed rekenen. Maar misschien zou meneer Heijnen mij nog één keer willen proberen uit te leggen hoe het nu komt dat er een opkomst, er is geen opkomstpercentage, maar er moet 60% opkomen. En bij 30% van de kiesgerechtigden kan een wetsvoorstel worden verworpen. Wil hij het voor mij nog één keer kort uitleggen hoe dat komt? Heijnen. Voorzitter, wat wij ons voorstellen om op te nemen in de onderliggende regelgeving ontleent aan eerdere wetsvoorstellen van achtereenvolgende kabinetten. Dat is dat een wet kan worden gestuurd bij meerderheid van stemmen. Met dien verstande dat die meerderheid moet bestaan uit tenminste 30% van de kiesgerechtigden. Het is niet meer en het is niet minder. En dat impliceert dat er dus 60% van die kiesgerechtigden tenminste moet zijn opgekomen. Het is niet meer en het is niet minder. Maar voorzitter, of als u mij toestaat, maar dat snap ik niet. Want als 30% opkomt en 30% stemt collectief een wetsvoorstel weg, dan heb je toch aan 30% van de kiesgerechtigden genoeg om een wetsvoorstel weg te stemmen? Of begrijp ik dat verkeerd? Meneer Heijnen. Dat is juist. Maar ik ga uit van een meerderheid, zoals ik net zei, dus als het daarom spant, dan heb je een veel hogere opkomst nodig. En ik stel mij voor
dat dit natuurlijk altijd een zaak is die debat op met zich meebrengt, verschillende opvattingen met zich meebrengt. Dus het gaat om een meerderheid. En als die meer, en u hoeft niet bang te zijn als iemand die aarzelt over dit instrument, dat te lichtvaardig een wet kan worden gestuurd. En daarom leggen we dat percentage van 30% eronder. En wanneer het dus echt verdeeld ligt in de samenleving, dan vloeit daaruit voort dat er 60% opkomt. Voorzitter. Meneer Taverne. Dan komen we toch ergens. Want na het heen en weer kaarten van allerlei getallen is het dus zo. In aansluiting bij de voorgaande vragenstellers dat wel degelijk slechts 30% van de kiesgerechtigden een bij meerderheid van stemmen aangenomen wetsvoorstel kan verwerpen. Dat in de praktijk misschien iets anders zal zijn met andere percentages, dat kunnen we allemaal niet voorzien. Maar we maken nu juist wetgeving om ook in onvoorziene omstandigheden regels te kunnen stellen. En dan vat ik toch samen dat dit voorstel dat beoogt de democratie die wij hebben te moderniseren, althans in de ogen van de indieners, om te beginnen een regel stelt, althans dat zou het voorstel zijn in onderliggende wetgeving, dat met 30% een bij meerderheid van stemmen aangenomen wetsvoorstel kan stuiten. Als we uitgaan van de opkomstpercentages van 75%, gemiddeld bij de Tweede Kamerverkiezingen, is dat toch significant kleiner. Overigens maakt de heer Heijnen regelmatig een onderscheid tussen, ja, maar het zijn geen Tweede Kamerverkiezingen, het is een burgerinitiatief, althans, het komt vanuit de bevolking. Ik zie niet in wat daar het verschil in is. Die stemmen zouden toch even zwaar moeten wegen. Dat is één. Vervolgens, mevrouw Voortman zal daar nog op ingaan, zoals u aankondigde, zijn er een heel aantal wetten van dit referendum uitgesloten. Kunt u mij zeggen hoe dit dan een verbetering van onze democratie is? Meneer Heijnen. Voorzitter, de indieners zijn ervan overtuigd dat democratie nooit af is. Dat er de afgelopen decennia, ook blijkens adviezen van achtereenvolgende commissies, 85, halverwege de jaren 90... Er wordt vastgesteld dat er een maatschappelijke behoefte is, een behoefte onder burgers is, onder inwoners van dit land, om meer mee te doen aan het democratisch proces dan één keer in de vier jaar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement of gemeenteraad. Dat men het burgerschap ook tot uitdrukking wil brengen door opvattingen. En dat kan, dat maatschappelijk debat, dat is er altijd, maar wat er ontbreekt, dat is dat laatste stukje. Om op het moment dat zich een hele forse groep in Nederland uitkristalliseert, die ervan overtuigd is dat wij hier vanuit onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hebben aanvaard dat niet tegemoet komt aan de opvatting van die burgers, dat we dat instrument ook moeten introduceren. Daarin zijn we niet alleen. Dat gebeurt in een heleboel moderne democratieën. En dat is waar de indieners voor staan. En wij zien dus niet de problemen, mevrouw de voorzitter, die de heer Taverne daarbij opwerpt. Zeker niet tegen de achtergrond van de substantiële drempels en bepalingen rondom de uitslag die de initiatiefnemers zich voorstellen. Nog een korte vraag. Tot slot, voorzitter. De heer Heijnen geeft niet echt antwoord op mijn vraag hoe het een verbetering is. Hij legt uit dat er kennelijk behoefte bestaat bij mensen in de samenleving om nog een extra manier te hebben om zich uit te spreken. Dat lijkt mij niet de juiste weg om dat bij grondwet te doen. Want in feite creëren de indieners bij grondwet, nota bene, de mogelijkheid om met veel kleinere meerderheden dan waarmee we wetten aannemen, wetten van tafel te krijgen. Dat is niet democratisch. Dat is geen verbetering, maar een verslechtering. En ik stel voor dat de indieners zich meer richten op serieuze mogelijkheden om de democratie te verbeteren. Want er is nog 25% van de kiesgerechtigde ruimte die nog niet stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen. Als we ons daar nou eerst eens op richten, voordat we een ondemocratisch middel als het voorstel van een collectief referendum indienen. Dank u wel. Het is een interruptie. En wat is uw vraag? De vraag is, voorzitter, en die is niet beantwoord, hoe het introduceren van een instrument om met een kleine groep mensen een bij meerderheid aangenomen wetsvoorstel van tafel te vegen. Als dat antwoord komt, hoor ik het graag, maar dat is de vraag. Meneer Heijnen. Voorzitter, de wijziging die we nu voorstellen bevat geen drempels,
nog bepalingen rondom de uitslag, maar het instrument van het referendum als zodanig. Twee, de indieners hebben desgevraagd aangegeven waar zij aan zouden denken wanneer nu onderliggende wetgeving gemaakt zou moeten worden. Ja, en drie, er is een verschil van opvatting. Je mag ook vaststellen dat die in de tijd verschilt en dat die ook binnen partijen in de tijd kan verschillen. En tegen die achtergrond vind ik het wat jammer dat de heer Taverne spreekt over ondemocratisch. Dus je kunt praten over is dit een wel of niet goede toevoeging aan onze democratie. Maar ja, de indieners verzetten zich. Ik zie dat ik dat namens de anderen ook mag doen tegen de karikatuur van ondemocratisch. Voorzitter, mag ik aan mijn slotvraag toekomen? Die was van de heer Bisschop en die betrof de bekrachtiging. Indien de regering nog wel de vrijheid zou hebben om de bekrachtiging te weigeren van een voorstel dat in een referendum niet is verworpen, dan zou dit naar het oordeel van de indieners ernstig afbreuk doen aan het beslissende karakter van het voorgestelde referendum. En aan alle betrokkenen moet op voorhand zoveel mogelijk duidelijkheid worden geschapen over het rechtsgevolg dat aan een uitslag wordt verbonden. En daarom geldt voor deze situatie een andere regeling dan in het geval waarin de regering besluit om de bekrachtiging van wetsvoorstellen die zijn aangenomen door de Staten-Generaal. En dit is mede een gevolg van het feit dat de volksvertegenwoordiging de minister ter verantwoording kan roepen als de regering zou weigeren een aangenomen wetsvoorstel te bekrachtigen, terwijl de meerderheid van het in een referendum opgekomen electoraat niet beschikt over een instrument om een minister daarover ter verantwoording te roepen. En daar komt nog bij dat het niet of nauwelijks denkbaar is dat de regering zowel in strijd met de meerderheid van beide kamers te zitten gaat de generaal, mogelijk inclusief de initiatiefnemers van een initiatiefvoorstel, als in strijd met de meerderheid van de opgekomen kiesgerechtigden die zich eveneens voor een wetsvoorstel heeft uitgesproken, van bekrachtiging zal afzien en daarbij een conflict met alle genoemde partijen riskerend. Een bevoegdheid die de mogelijkheid van een dergelijk conflict openlaat, komt nog de duidelijkheid, nog de geloofwaardigheid van het instrument referendum als correctief instrument ten goede. Voorzitter, dat was mijn blokje van de beantwoording. En u geeft geloof ik het woord weer aan de volgende. Dank u wel, meneer Heijnen. Dan is nu het woord aan mevrouw Voortman van GroenLinks. Voorzitter, dank u wel. Aan mij de eer om in te mogen gaan op de vragen en de amendementen over uitzonderingen op de referendabiliteit. De indieners blijven erbij dat niet alle Nederlandse wetgeving referendabel zou moeten zijn. Daar waar het kort gezegd de staatsrechtelijke structuur betreft, wordt van de mogelijkheid tot een referendum afgezien. Dat zijn voor de volledigheid ten eerste wetsvoorstellen met betrekking tot het Koningshuis en het Koningschap, ten tweede begrotingswetsvoorstellen en ten derde wetsvoorstellen die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties en rijkswetten, met uitzondering van rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden. Sommige leden vinden die beperking onwenselijk, zie bijvoorbeeld het amendement Bosma, of te ruim, zie bijvoorbeeld het amendement Van Raak, of juist te beperkt, zie het amendement van de heren Anker en Schinkelshoek. Ik wil graag op deze amendementen ingaan. Het amendement Anker en Schinkelshoek stelt voor ook wijzigingen van de grondwet niet referendabel te maken. De indieners van het amendement lichten dit toe door erop te wijzen dat door ook wijzigingen van de grondwet referendabel te maken, de tweede lezing, zoals die voor grondwetswijzigingen voorgeschreven is, aan kracht verliest. Dat tast volgens de indieners de bijzondere mate van de grondwet en de representatieve democratie te veel aan. In de tweede termijn zijn de leden van Weijenberg, Van Raak en Segers op dit amendement ingegaan. In de eerste termijn van enkele jaren geleden ging mijn voorganger, mevrouw Halsema, ook al op dit amendement in. En zij gaf daar namens de toenmalige indieners haar steun vooruit. Ook de huidige indieners kunnen zich in dit amendement van ChristenUnie en CDA vinden. Wij kunnen ons vinden in de woorden van de toenmalige woordvoerder van de ChristenUnie, Ed Anker, dat de grondwet het fundament van de Nederlandse staatsinrichting vormt. De zorgvuldige herzieningsprocedure met betrekking tot de grondwet geniet bij nader inzien de voorkeur boven het referendabel maken van wetsvoorstellen tot wijziging van de grondwet. In antwoord op de vraag van de heer Segers geven wij dus inderdaad een positief stemadvies bij dit amendement.
dan het amendement van Raak. Dat is een vergelijkbaar amendement dat de heer Van Raak had ingediend bij de inmiddels in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel betreffende het raadgevend referendum. Beide amendementen stellen voor om alle rijkswetten, ook die rijkswetten die het hele Koninkrijk betreffen, referendabel te maken. De heer Van Raak beoogde daarmee rijkswetten ter goedkeuring van de belangrijkste Europese verdragen referendabel te maken. Op beide amendementen hebben de indieners per brief gereageerd in april 2012 en ik verwijs naar die brief. De reactie van de toenmalige indieners op de amendementen was kortheidshalve als volgt. In de eerste plaats zou door alle rijkswetten referendabel te maken de Nederlandse bevolking, naar de mening van ook de huidige indieners, een te zwaar gewicht krijgen binnen de verhoudingen in het Koninkrijk. Immers zouden wel alle Nederlanders in de gelegenheid zijn om zich over rijkswetten die ook de andere landen van het Koninkrijk treffen uit te spreken, terwijl indieners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten dat niet kunnen. Dit zou natuurlijk op te lossen zijn als de andere landen binnen ons Koninkrijk ook over het instrument van het referendum zouden beschikken. Maar dat is niet het geval. Daarnaast is er nog sprake van een onoverkomelijk wetstechnisch probleem als het amendement van de heer Van Raak aangenomen zou worden. Want dit amendement strapt de uitzondering voor rijkswetten uit het voorliggend wetsvoorstel. Maar daarmee kan, zoals minister Heers-Balin tijdens de eerste termijn opmerkte, niet worden volstaan. Ons grondwetsvoorstel wijzigt de wetgevingsprocedure die in de grondwet is vastgelegd. Wijziging van de wetgevingsprocedure moet op grond van het statuut voor het Koninkrijk bij rijkswet plaatsvinden als die wijziging mede betrekking heeft op rijkswetten die ook buiten Nederland gelden. Om de procedure voor referenda over rijkswetten mogelijk te maken, heb je dus een afzonderlijke rijkswet nodig. En daarvoor ziet het nu voorliggende wetsvoorstel nog het amendement van Van Raak in. Een minstens zo belangrijk, ook al eerder aangehaald argument tegen het genoemde amendement, is dat de belangrijkste Europese verdragen die wij tot nu toe hebben gehad, zijn goedgekeurd bij rijkswet die alleen voor het Nederlandse deel van het Koninkrijk gelden. Dergelijke verdragen, ik noem die van Maastricht, Nice en Lissabon, zouden in de praktijk dus al referendabel op grond van het huidige wetsvoorstel zijn. Kortom, ik moet er namens de indieners bij de heer Van Raak op aandringen om dezelfde reden als hij dat met zijn gelijkluidend amendement betreffende het raadgevend referendum heeft gedaan, om dit amendement ook nu in te trekken. Meneer Van Raak. Hartelijk dank voor deze verheldering. De belangrijkste verdragen, Europese verdragen, zijn dus referendabel. Geldt dat ook voor de richtlijnen? Nee, dat geldt niet voor de richtlijnen, want dan hebben we het ook over uitvoeringsbesluiten. En dan hebben we het over zaken waar wij niet direct die beleidsvrijheid op hebben. Meneer Van Raak. Maar die wel van grote invloed zijn op onze bevolking. Die absoluut van grote invloed zijn op onze bevolking en ook op die van andere landen. Ja, en wij denken dat je daarvoor dan eigenlijk de macht van het Europees Parlement zou moeten versterken. Meneer Van Raak, tenslotte. Ik denk dat we die discussie nog wel moeten voeren. Hè, want het gaat er natuurlijk om dat de Nederlandse burgers hun volksvertegenwoordiging kunnen terugfluiten. En ja, dat zou dan toch ook eigenlijk in Europees verband moeten. Ik snap dat dat een andere weg is, een langere weg is. Maar ik ben in ieder geval blij met de toelichting die de indieners geven over de belangrijkste Europese verdragen. En ik zal dan ook nu graag hierbij het amendement op nummer 17 intrekken. Voor de goede orde, de heer Van Raak trekt dus zijn amendement nummer 17 in. Gaat u verder, mevrouw Voortman. Voorzitter, dank u wel. Op het punt van wetten die wij wensen uit te zonderen van referenda, heeft de heer Bosma een amendement ingediend. Dat luidde simpelweg dat alle soorten wetten en verdragen referendabel moesten worden en dat uitzonderingen daarop, zoals in het voorliggend wetsvoorstel staan, dienen te verdwijnen. Ik kan daar kort over zijn. Wij ontraden dit amendement. Wat betreft de uitzonderingen op rijkswetten die ook buiten Nederland van kracht zijn, wijs ik op wat ik hier net al heb gezegd over het amendement van Van Raak dat inmiddels is ingetrokken. En met het amendement Bosma wilde daarnaast dat ook wetten met betrekking tot het koningschap, het koninklijk huis, de rijksbegroting en wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen referendabel worden. Dat zijn onderwerpen die zich ons inziens beter lenen voor grondwetswijzigingen, verkiezingen en initiatiefwetten. Denk bijvoorbeeld aan het initiatiefwetsvoorstel van de leden Elissen en Helder over de modernisering van de rol van de koning in het staatsbestel. Meneer Bosma. Mevrouw Voortman is zo vriendelijk om even een wisje te laten vallen, zoals dat in de radiothermen heet. Voorzitter, ja, ik snap er toch niks van. 30 april zijn we met z'n allen bij elkaar in de Nieuwe Kerk en dan gaan we een eten afleggen. En dat doet mevrouw Voortman niet. Waarschijnlijk omdat mevrouw Voortman tegenstander is van de monarchie. En wat is er nou mooier dan dat haar ideeën of
ideeën rondom het Koningshuis of de invulling van de monarchie of wat het dan ook te maken heeft met de monarchie, dat het Nederlandse volk daar gewoon over mag stemmen. Waarom stemt mevrouw Voortman in de Nieuwe Kerk tegen de monarchie? Zeer demonstratief. En waarom mogen de gewone kiezers bij het referendum, zoals we dat straks wellicht gaan krijgen, niet stemmen daarover? Mevrouw Voortman. Voorzitter, het gaat er hier natuurlijk niet om dat we hier alleen de voorstellen die we wel zien zitten of die we niet zien zitten op grond van onze politieke voorkeuren referendabel maken. Dus dat is daarom, maar ook omdat het Koningshuis of de monarchie ook hoort tot de staatsrechtelijke structuur van Nederland. En wij willen, tenminste als het aan mij zou liggen, dan zou Nederland op termijn een republiek worden. Dat kunnen wij ook regelen middels een grondwetswijziging. Maar dat zijn dan punten die je langs die route zou moeten volgen. En wat ons betreft niet middels een correctief referendum. Meneer Bosma. Natuurlijk moet je dat grondwettelijk regelen. Zeker als de ideeën van mevrouw Voortman ten uitvoer gebracht moeten worden. Maar het zou om richting de ideeën van mevrouw Voortman gaan. Zou je heel veel hele interessante referenda kunnen organiseren. En waarom zou je dat nou niet mogen? Wij burgers moeten dat toch gewoon kunnen? Democratie. Mevrouw Voortman. Voorzitter. Wat ons betreft zeggen wij, de monarchie die maakt deel uit van de staatsrechtelijke structuur. En dan hebben wij een aantal voorbeelden waarvan wij zeggen, daar moet je uitzonderingen maken op de referendabiliteit. En daar vallen dus wat ons betreft voorstellen met betrekking tot de Koningshuis ook onder. Meneer Bosma, tenslotte. Maar we mogen straks wel een referendum houden over de Eerste Kamer, volgens mij, als deze regels doorgaan. Of andere grondwetszaken. Alleen het Koningshuis wordt er dan van uitgezonderd. Dat snap ik dan niet. Voorzitter, als het gaat om grondwetszaken hebben wij volgens mij nu net, tenminste, dat amendement moet natuurlijk in stemming komen, maar wij hebben het amendement van de ChristenUnie en CDA daarover, hebben wij positief gepreadviseerd. Gaat u verder. Voorzitter, wat betreft het referendabel maken van wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties het volgende. Verdragsverplichtingen brengen met zich mee dat Nederland internationaal gehouden is om uitvoering te geven aan goedgekeurde verdragen en aan besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het gaat daarbij vaak om de implementatie van Europese verordeningen en richtlijnen. In die gevallen heeft de wetgever geen beleidsvrijheid ten aanzien van de doeleinden van de internationale regeling. Een correctief referendum verhoudt zich dan ook niet tot dit uitvoeren van dergelijke verdragsverplichtingen. Een laatste argument om het amendement Bosma te ontraden. Begrotingswetten lenen zich ons inziens niet voor een referendum, omdat het raakt aan de bestuurbaarheid van het land. Een enorme veelheid aan zaken worden in een begroting geregeld en laten zich zelden terugbrengen tot één doorslaggevende principiële vraag. Verwerping van een begrotingswet zou botweg inhouden dat alle uitgaven voor dat ministerie zouden moeten worden geschrapt. Zo'n vergaande beslissing moet op alle merites kunnen worden beoordeeld en dat hoort ons inziens thuis in beide kamers van de Staten-Generaal. Voorzitter, tot slot. Initiatiefnemer Halsema begon de eerste termijn van de verdediging vanuit vak K met het noemen van Hans van Mierlo, die weliswaar de vader van het referendum mag worden genoemd, maar ook de nodige ambivalenties voelde. In dit debat hebben opeenvolgende sprekers en indieners in opeenvolgende kamersamenstellingen juist die ambivalente gevoelens, alle voor's en tegens, alle mitsen en maren uitgesproken en zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Het sterkt de indieners in de gedachte dat het politieke primaat van de Nederlandse democratie stevig is verankerd. Maar tegelijkertijd geloven de indieners er uiteindelijk in dat referenda uitstekende diensten kunnen verlenen om politieke belangenafwegingen op waarde te schatten en de werking en de legitimiteit van de Nederlandse democratie alleen maar kunnen versterken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Voortman. En dan geef ik nu het woord aan de heer Schouw van D66. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, allereerst ook namens mij dank aan alle leden voor hun buitengewoon inspirerende bijdrage. Ook in tweede termijn. En mevrouw de voorzitter, ik hecht eraan om ook even te zeggen dat eigenlijk deze Kamer nog nooit zo ver is gekomen met een wetsvoorstel die een correctief referendum vastlegt in de grondwet. En natuurlijk, we gaan er nog dinsdag over stemmen. En we moeten nog naar de Eerste Kamer. Maar het is toch een, denk ik, een historisch moment ook wat we hier vandaag met elkaar beleven. En daarom begin ik eigenlijk met een citaat, mevrouw de voorzitter, juist om dat nog eens te onderstrepen. Het citaat. Ik geloof in referenda. Niet om het representatieve stelsel te vernietigen, maar juist om haar te corrigeren. Wanneer ze niet meer representatief is.
En met dit citaat van Theodore Roosevelt, zoals u weet, oud-president, Verenigde Staten, begint ook de memorie van toelichting bij ons initiatiefwetsvoorstel over het raadgevend referendum. En mevrouw de voorzitter, zo zien ook deze indieners het referendum. Het is correctief en bindend als een aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. En net als in de eerste termijn en in de schriftelijke voorbereiding zijn ook in de tweede termijn door een aantal van de leden van uw Kamer opmerkingen gemaakt over de positie van het referendum in de representatieve democratie. En dat kwam net ook al eventjes aan de orde in een interruptiedebatje met collega Heijnen. De heer Taverne vreesde namens de voltallige VVD-fractie voor een ondergraving. Een ondergraving van het vertegenwoordigende stelsel, zo heb ik genoteerd. En de SGP-woordvoerder waarschuwde op zijn beurt voor een aantasting. En mevrouw van Torenburg, ook niet voor een kleintje vervaardigd, die sprak zelfs over een ondermijning van dat stelsel. Mevrouw de voorzitter, dat is nogal wat. Een ondergraving, een aantasting en een ondermijning. Hoewel eigenlijk op deze punten geen directe vragen aan de indieners zijn gesteld, het zijn meer stellingen die zijn geponeerd, hechten wij er toch bijzonder aan om daar eens wat over te reflecteren. Want het is nogal wat. Om te beginnen, wij herkennen ons geenszins in die kwalificaties. En ik zal er ook een paar argumenten voor geven. Ten eerste blijft in het voorstel wat wij hier vanavond verdedigen het primaat van het parlement gewoon recht overeind. Want immers voordat überhaupt sprake kan zijn van een correctief referendum, moet er natuurlijk wel wat te corrigeren zijn. En dient dat wetsvoorstel dus eerst door de Kamers van de Staten-Generaal te zijn aangenomen. Wetgeving, dat is natuurlijk een belangrijke kerntaak van Staten-Generaal. Dat blijft ook gewoon bij de Staten-Generaal. En in dit verband, mevrouw de voorzitter, is het bezwaar van de heer Bisschop natuurlijk ook buitengewoon interessant en intrigerend. Want hij stelde dat het vertegenwoordigende stelsel niet gediend zou zijn met een, in zijn woorden, simpele ja- of nee-vraag. Maar, mevrouw de voorzitter, volgens mij die enigszins simpele ja- of nee-vraag, dat is natuurlijk ook de vraag waar de collega's aan de overzijde, de Eerste Kamer, zich elke week voor gesteld zien. En als het antwoord van de Senaat nee luidt, dan ligt de spreekwoordelijke bal weer bij het kabinet en vervolgens weer bij de Tweede Kamer. En dat is eigenlijk net zoals bij ons referendumvoorstel. Want ook daar zijn na een negatieve uitslag de vertegenwoordigers van de representatieve democratie wederom weer aan zet. Meneer Bisschop. Mevrouw de voorzitter, ik heb toch de indruk dat de heer Schouw een paar zaken door elkaar haalt. Uiteenzetting hoezeer een vraagstuk niet teruggebracht kan worden tot een simpel ja of nee met betrekking tot een correctief referendum laat zich niet vergelijken met de vraag aan de Eerste Kamer om na bestudering van het totale wetsvoorstel het tot zich nemen van de juridische implicaties en complicaties die eraan verbonden zitten, waar zij hun staatsrechtelijke taak in hebben, om dan vervolgens een ja of een nee, een voor of een tegen uit te spreken. Ik vind het wat al te simplistisch, voorzitter, om de vraagstelling in een referendum gelijk te stellen aan de afweging die in een Eerste Kamer moet worden gemaakt. Ik heb stellig de indruk dat daar toch enig verschil tussen zit. Ik vraag mij af of meneer Schouw, collega Schouw, dat misschien ook met mij van mening is. Ik vermoed het van wel, maar het zou fijn zijn als hij dat zelf wilde zeggen. Mevrouw de voorzitter, wat de grote en echt grote winst is van dit voorstel, is dat het moet gaan over, dat de vraagstelling moet gaan over bent u voor of bent u tegen het wetsvoorstel. Dat is een eenvoudige vraag en die kan iedereen beantwoorden. En we hebben allemaal voorbeelden in het land gezien van foute en verkeerde en complexe en niet te doorgronden referenda vragen. De grote winst van dit voorstel is bent u voor of bent u tegen. En dan lopen hier misschien de opvattingen tussen de indieners en de SGP
uiteen. Kijk, de indieners zijn van opvatting dat de Nederlandse bevolking, zeker na de discussie in het parlement van alle ins en outs van een wetsvoorstel, dat de kiezer heel goed kan doorgronden wat het inhoudt en heel goed ook zijn mind op kan maken, ben ik voor of ben ik tegen. Die opvattingskeuze is niet het exclusieve recht van een Eerste of een Tweede Kamerlid. Nee, de bevolking kan dat ook maken. En zeker na die discussie die er dan volop is geweest in het parlement en in de media. Meneer Bisschop. Voorzitter, stel dat dit waar is, dan is daarmee de bodem weggeslagen onder de uitzonderingen die in dit wetsvoorstel worden geregeld om geen referendum mogelijk te maken over het Koningshuis, over een bepaalde uitvoering van verdragen, over de begroting. Dat is, daar geldt precies dezelfde redenering voor. Voorzitter, ik sluit hiermee mijn interruptie in mij af. Niet met een vraag, maar ik constateer dat de heer Schouw hier aan gelegenheidsargumentatie doet. Dat is zijn goed recht, maar ontbeert wel consistentie. Ja, voorzitter, dat moet ik toch tegenspreken. Want dit wetsvoorstel is buitengewoon consistent. Het moet echt gaan over wetsvoorstellen waar de bevolking zich over kan uitspreken. Bent u voor of bent u tegen? Er zijn een aantal uitzonderingen. Daar heeft net een van de mede-indieners het over gehad. En wij achten de bevolking prima in staat. Prima in staat om een opvatting te hebben over een wetsvoorstel wat behandeld is. Waarbij ik tot slot, mevrouw de voorzitter, er ook nog even fijntjes op wijs dat het in heel veel andere Europese landen ook heel erg gebruikelijk is dat individuele vraagstukken aan de bevolking wordt voorgelegd en dat iedereen daar ontzettend blij van wordt, omdat het een perfecte aanvulling is op de representatieve democratie. We maken hier dus mensen blij mee, zeg ik in de richting van de heer Bisschop. Mevrouw de voorzitter, het referendum zal in handen van de bevolking dan ook vooral functioneren als een noodrem. En ja, daarmee heeft dit instrument inderdaad gevolgen voor de verdeling van de macht in onze democratie. Maar het betitelen daarvan als een ondermijning of nog erger van het representatieve stelsel doet natuurlijk geen recht aan de realiteit. Want dat zou suggereren, mevrouw de voorzitter, dat de volksvertegenwoordiging momenteel een monopolie op de macht zou hebben. En dat is om meer dan één reden een onjuiste voorstelling van zaken. Ik noem bijvoorbeeld het principe van de trias politica en de rol die daarin voor de rechterlijke macht is weggelegd. Voorzitter, de indieners zien invoering van het correctief referendum dus absoluut niet als een ondermijning van de vertegenwoordigende democratie. Sterker nog, deze zal bijdragen aan een versterking van die democratie. Waarom? Omdat als stok achter de deur zullen bestuurders en politici worden gestimuleerd om extra aandacht te besteden aan de maatschappelijke gevolgen van hun voorstellen. Zij zullen goed over het voetlicht moeten brengen wat hun standpunten zijn. Zij zullen daartoe gedwongen worden en zij zullen meer hun oren moeten spitsen voor signalen uit de samenleving. Ook zullen mensen meer te zeggen krijgen over de politieke besluitvorming. En dat zal ook naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een grotere betrokkenheid voor en betrokkenheid bij die besluitvorming. En dus ook bij de democratie als geheel. En in het bijzonder bij het representatieve deel daarvan. Die betere betrokkenheid zorgt voor meer maatschappelijk draagvlak. En ook daarvoor is dit wetsvoorstel bedoeld. Ten slotte zal de positie van politieke partijen, die onmiskenbaar een wezenlijk kenmerk vormen van de moderne vertegenwoordigende democratie, in het publieke debat ook prominenter worden. Zij zullen namelijk nadrukkelijker dat debat moeten zoeken om steun te vergaren voor hun standpunt in zaken een concreet onderwerp, of juist de samenhang
met andere onderwerpen daarvan benadrukken. Mevrouw de voorzitter, het invoeren van een correctief referendum zal in de Nederlandse moderne constitutionele verhoudingen weliswaar een noviteit zijn. Ik zei het al, het is echt een unieke gebeurtenis als wij als initiatiefnemers erin slagen. Maar wij zouden daarmee toch zeker geen terra incognito betreden. Want zowel in gemeenten als in diverse andere landen is reeds ervaring opgedaan met correctieve referenda. En mevrouw de voorzitter, de heer Heijnen zei het al, als we kijken bijvoorbeeld naar die lokale referenda, dan zie je eigenlijk dwars door de partijen heen, ook CDA, ook de VVD, groot enthousiasme hebben voor die lokale referenda. Ik heb er dus ook goede hoop op dat in de loop van de tijd het enthousiasme, die meerwaarde voor de democratie, zal doordringen tot de vertegenwoordigers hier in deze Kamer. Wij hebben als indieners in al die ervaringen, weinig bewijs kunnen vinden voor de stelling dat de tegenstanders van het correctief referenda hier hebben betrokken. Mevrouw de voorzitter, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar er gebeurt hier non-verbaal van alles en nog wat. Maar de heer Bosma nodigt uit om te interrumperen. Volgens mij is dat niet de taak van de heer Bosma. Zou de heer Bosma dan niet willen zitten? En hij is ook geen voorzitter meer. Het woord is aan de heer Schouw. Voorzitter, ik stel vast dat de heer Schouw waarheid als een koe spreekt. Hij refereert waarschijnlijk aan de positie van Halbe Zijlstra bijvoorbeeld in het Utrechtse referendum over de koopzondag. De heer Halbe Zijlstra was daar zeer enthousiast over, de VVD was er enthousiast over. De leden van de VVD zijn zeer enthousiast over het referendum. Dat hebben we gezien in het Liberaal Manifest. En ja, de heer Schouw doet iets heel simpels. Hij daagt de VVD uit om dus naar voren te komen en te reageren op zijn woorden. Maar ik stel vast dat de heer Taverne gewoon blijft zitten, omdat hij doodsbang is van zijn eigen leden. Ja, dit noemen wij uitlokking, meneer Taverne. Voorzitter, ik... Ik heb er nog over nagedacht. Ik kan dit niet onbeantwoord laten, hoewel ongebruikelijk. Ik heb ook aandachtig geluisterd naar de woorden van de heer Schouw en zijn overigens in aansluiting op de woorden van de heer Heijnen zijn zeer positieve woorden over referenda op lokaal niveau. Nou, we kunnen over referenda iets vinden. Referenda op lokaal niveau. Nou, daar moeten ze vooral ook voor een deel op lokaal niveau iets van vinden. Het is al bezwaarlijk genoeg dat het daar gebeurt. Laten we het dan in ieder geval niet in de grondwet vastleggen, stel ik voor. Dus misschien is het een idee gericht aan de heer Schouw om eens de komende jaren te kijken hoe ze dat op lokaal niveau ontwikkelt. Meneer Schouw. Ja, mevrouw de voorzitter, dank natuurlijk de heer Taverne voor zijn, want zo ervaar ik dat toch, warme en stimulerende woorden. En het is natuurlijk helemaal juist wat de heer Bosma zei en ook misschien wel wat de heer Taverne wilde zeggen. Er zijn op lokaal niveau al bijna 20 of 30 jaar ervaringen met lokale referenda, soms heel succesvol, soms minder succesvol. Maar de politieke waterscheiding, mevrouw de voorzitter, die ik hier zie in dit parlement rondom referenda, die zie ik dus niet in de gemeente. En ik denk dat het goed is ook om dat even met elkaar vast te stellen. En dat is helemaal niet erg, dat is ook helemaal niet een verwijt. Maar mevrouw de voorzitter, ik put er wel hoop op en ik put er ook energie uit op dat die lokale ervaringen, die positieve, goede lokale ervaringen met die referenda uiteindelijk ook een beetje doorcijpelen naar de vertegenwoordigers van de VVD en CDA op nationaal niveau. Meneer Taverne, tenslotte. Voorzitter, dank u wel. Ik waardeer de heer Schouw als collega en ik waardeer hem het bijzonder wanneer hij positief mijn woorden duidt. Tegelijkertijd wil ik voorkomen dat hij daar een verkeerde duiding aan geeft. Ik stel vast dat in aansluiting bij de vaststelling van de heer Schouw dat er al heel lang op lokaal niveau over wordt gesproken en hier en daar ervaringen worden opgedaan en dat die waterscheiding hier nog niet is doorgecijpeld, komt misschien omdat er nog, het nog onvoldoende rijp is om dit nu op landelijk niveau in de grondwet vast te leggen.
Oké. Ik kijk naar de heer Schouw of hij wil gaan afronden. Nog niet. Nog niet. Nee, mevrouw de voorzitter, ik wilde gaan afronden, maar ook niet even zonder de vaststelling dat ik meen, wat was het hoofdbestuur van de VVD, tot voor kort nog echt een enorme voorstander was van het referendum. En het kan even anders zijn, maar ik heb er toch weer goede hoop op dat dat binnenkort weer komt. Mevrouw de voorzitter, ik rond af. Verre dus, verre van een aantasting van de representatieve democratie, is het referendum juist een verrijking. Een verrijking voor de Nederlandse representatieve democratie. Het is zeker geen heilige graal voor de perfecte democratie, maar wel degelijk, naar de opvatting van de indieners, een buitengewoon betekenisvolle stap voorwaarts in de modernisering van onze huidige democratie. Dank u wel, meneer Schouw. En dan dank ik de indieners voor hun beantwoording in tweede termijn. En ik kijk naar de minister, want ik zie dat hij ook behoefte heeft aan een reactie. Het woord is aan de minister van Binnenlandse Zaken. Voorzitter, bij een initiatief wetsontwerp zoals dit past het kabinet slechts een bescheiden rol, namelijk die van adviseur, met name daar waar daarom gevraagd is, en die van de vertolker van het kabinetsstandpunt. Ik kan kort zijn op beide punten. Ten eerste, ten aanzien van het laatste, hebben we in het kabinet afgesproken eerst het debat in deze Kamer af te wachten, inclusief eventuele wijzigingen aan het voorstel. En dan uiteindelijk het voorstel dat daaruit voortvloeit op zijn merites te beoordelen en ons te beraden op een standpunt voorafgaand aan de plenaire behandeling in de Eerste Kamer. En dat geldt ook voor het recent door uw Kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel 30372. Dat was het wetsvoorstel dat het niet-bindend referendum regelt en dat nu ook bij de Eerste Kamer in behandeling is. Ik heb niettemin een kabinetsstandpunt over twee van de voorliggende amendementen en ik heb een enkel advies waarbij ik me realiseer dat u daar niet om gevraagd heeft op dit punt, maar ik vind het toch mijn taak om erop te wijzen, dat is namelijk op de financiële consequenties, opdat u daar ook volledig bijgelicht en voorgelicht uw standpunt kunt bepalen. Het is goed om u te realiseren dat er enige financiële consequenties zijn. We schatten dat er beperkte structurele kosten zijn, al was het maar, zeker wanneer er in de uitvoering gekozen zou worden voor een referendumcommissie, die bijvoorbeeld beoordeelt of voorstellen in aanmerking komen voor een referendum, dan zal daar een beperkte inzet van personeel voor nodig zijn. We schatten zo wellicht rond de 3 FTE en wat overhead. Daarnaast, de grotere kosten zijn natuurlijk de kosten per referendum, waarbij het natuurlijk uitmaakt of je die laat samenvallen met verkiezingen, bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen of andere verkiezingen. Maar dat zal gezien de termijnen wellicht niet altijd het geval zijn. En we taxeren dat dan ook op basis van eerder referendum, bijvoorbeeld over Europa, dat de organisatie- en uitvoeringskosten voor de gemeente ongeveer rond de 25 miljoen per keer zullen zijn. En daar komt er nog wat bij voor de kiesraad, wellicht Binnenlandse Zaken, en de gemeente Den Haag in het kader van het stemmen door buitenlanders. En dat zou nog in de orde van 5 ton kunnen zijn. Decentraal kunnen natuurlijk kosten gemaakt worden, wellicht, en mocht er gekozen worden voor een opkomstbevorderingscampagne, dan zal dat nog kosten worden vergroot, 1,5 miljoen per keer met zich mee kunnen brengen. En hetzelfde geldt ook ten aanzien van subsidies, mochten die een rol spelen in dit voorstel. Dus orde van grootte zou dat dit per referendum 30 miljoen euro zou kunnen kosten. En het leek me passend om u daar in ieder geval op te wijzen. Mevrouw van Torenburg heeft een vraag nu. En mevrouw de voorzitter, in de week dat Margaret Thatcher ons is ontvallen, moet ik weer denken aan wat zij zei. The lady does not turn, zei zij ooit. En ik ben eigenlijk wel benieuwd als deze minister vandaag zegt, ik geef eigenlijk geen oordeel, of dat betekent dat het oordeel dat hij in zijn column heeft gegeven enige tijd geleden dus gewoon nog geldt. Met andere woorden, referendum niet aan beginnen. De minister. Voorzitter, ik meen dat Thatcher zei, the lady is not for turning. En ik ben niet columnist, ik ben de minister van dit mooie land. Mevrouw van Torenburg. De minister heeft gelijk, dat zei ze inderdaad. Maar dan wil ik toch graag van de minister horen hoe hij hier naar kijkt. Het is toch niet raar om als Kamer een advies te vragen aan een bewindspersoon die zich zo knetterhard heeft uitgesproken tegen een wet waar hij nu ineens geen oordeel over heeft. Dat vind ik toch wel bijzonder. De minister. Voorzitter, heeft zich nooit een bewindspersoon via een column uitgesproken over deze wet.
dan kan ik alleen maar zeggen, dit is wel heel erg sneu. Voorzitter, dit is totaal staatsrechtelijk zuiver. Ik spreek hier namens de kroon, namens het kabinet en geef het standpunt daarover. Het woord is aan de minister. Voorzitter, op twee amendementen kan ik u wel wellicht verblijden, al dan niet, met een reactie, met het standpunt van het kabinet. Ten eerste is dat het amendement nummer 19 van Anker en Schinkelshoek, dat beoogt om de drempels in de grondwet vast te leggen. Dat zou ik ontraden. Ik blijf graag uit de discussie over de drempels als zodanig. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je twee klippen moet zien te vermijden. Bij te lage drempels dan verliest het instrument het karakter van een noodremprocedure. En dan leidt het overigens natuurlijk ook tot het overladen van kiezers, gemeentebesturen, et cetera. Op een manier die door niemand wenselijk wordt geacht. Bij te hoge drempels verliest het instrument de bruikbaarheid. En is het in feite een lege huls geworden. En bij het vaststellen van wat de juiste hoogte is, moet denk ik de wetgever aan de bal zijn. En niet de grondwetgever, al was het maar omdat je dan een vertraging van steeds één kabinetsperiode inbouwt. En bijvoorbeeld op het punt van de ondersteuningsverklaringen zou het best eens kunnen dat door ontwikkeling in de ICT zo'n drempel een heel ander karakter krijgt over een jaar of 3-4. En dan moet de gewone wetgever in staat zijn om daarin een standpunt te bepalen. Dus ik blijf graag uit de discussie over de drempels, maar het lijkt me niet passend om die in de grondwet op te nemen. Ten tweede het amendement nummer 26 van de heer Bosma, dat beoogt om begrotingswetten en rijkswetten referendabel te maken. Daar wil ik, en dat is door mevrouw Voortman ook al opgebracht, inderdaad erop wijzen dat de procedure voor de rijkswetgeving niet gewijzigd kan worden in een wet die niet zelf een rijkswet is. En dat volgt uit artikel 5 van het statuut. Dus alleen al om die reden ontraad ik amendement 26. Dank aan de minister. Dan zijn wij gekomen aan het einde van de behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel. Ik dank nogmaals de indieners, ik dank hun adviseurs. Dank aan de minister, dank aan de leden voor hun inbreng. En Ronald, dank je wel. Aanstaande dinsdag zal over dit wetsvoorstel gestemd gaan worden. Ik schors enkele ogenblikken de vergadering.